Goedemorgen. Ik ben hier weer bij het nieuwe pand Napelweg. En vandaag gaat er heel veel gebeuren. Er zijn heel veel collega's van de oude locatie naar hier gekomen. Omdat ze allerlei bureaus op hun plek gaan zetten. Daarnaast gaan ze ook nog oud ijzer wegbrengen en allerlei andere spullen. Ik ben erbij. Ik ga even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Wij zijn aan het opruimen, Bram. We gaan alle kabeltjes naar de oud ijzerboer brengen. En dat, levert nog wat op. Ja. Lekker bezig, Emma. Zeker wel. Kijk, deze grond is ook heel zwaar. Ik doe al hele grote bossen. Ga uit aan de kant. Vinden jullie goed bezig, jongens? High five. Hey. Gerrit. Hup, hey. Ja, ik moet maar fiets stellen. Lekker bezig, Stefan. Precies. En wie niet sterk is, moet slim zijn. Lekker bezig, Freek. Goed bezig, jongens. High five. Lukt niet. Ik ben hier nu in de kantine van ons nieuwe pand. En wat zie ik hier liggen? Deze prachtige bordjes. On Air staat erop. En dan gaat mijn collega Reinier laten zien hoe dit werkt. Kijk! Nou, zo komt dat dus boven de studiodeuren te hangen. En als we dan live gaan of opnames hebben, dan gaat dit lampje branden. En nu kan hij weer uit. Ik sta hier naast Johan. Johan, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent, want jij bent hier al aan het poetsen. Waarom doe je dat? We doen dit omdat we Family 7 een warm hart toedragen. We hebben toen op Facebook hadden we gezien dat jullie een nieuw pand gingen betreden. Ja. En toen heb ik aangegeven, nou, als jullie het nieuwe pand krijgen... Nou ja, dan wil ik jullie zegenen met schoonmaakbeurt om het op te leveren. Ja, dus kom je hier gewoon een dag, komen jullie met, wat is het, drie man? Met drie man komen we hier schoonmaken. Hele pand poetsen. Hele pand poetsen. Wow. Ja. We gaan de ramen wassen, binnen naar buiten, de toiletten schoonmaken, kantine gaan we schoonmaken, de keukens van de mensen. Ja. Geweldig, is het veel werk, is het vies? Nou, het is een beetje vlekkerig en stoffig, maar echt heel vies is het niet, maar gewoon... Het had erger gekund, ja. Het valt mee. Ik ben hier bij het oude pand en zoals je weet, de afgelopen weken is het snik en snikheet geweest. Eindelijk, er is weer regen. Ik denk dat het ongeveer de laatste keer zal zijn dat we dit mee gaan maken. Het lekt weer. Kijk, het regent nog geen kwartier. Regent het? Ja, ik heb het net allemaal opgeveegd, sorry. Was het ook nat? Ja. Oh ja, ik zie hem. En dan zie je ook natte plekken op het plafond. En als we hier zo naar boven gaan, naar zolder, dan hier zo loopt het aan de lopende band. Druppelt het gewoon, het regent hier zo. Het regent hier zo, naar binnen. Dit is dus waarom wij moeten gaan verhuizen. En dan als het dan regent, zoals nu hier zo, zeg maar buiten zo. Als het dan regent, hebben we er geen last van.